vieren wij in het Mama Café de Nationale Voorleesdagen. Dat is een landelijk leesbevorderingsproject wat elk jaar weer terugkomt. En we hebben vandaag een activiteit georganiseerd in het Mama Café. Het Mama Café organiseert Bibliotheek Almelo elke twee weken samen met Loes en de verloskundige praktijk Almelo. Elke twee weken staat weer een ander thema in de belangstelling. Nou, vandaag is dat dan voorlezen, omdat het zo ontzettend belangrijk is om al op een hele jonge leeftijd te beginnen met voorlezen. Ik kom vandaag voorlezen uit het prentenboek van het jaar. We hebben er een geitje bij en dat doe ik in het theaterpersonage Loet. En ik speel als Loet in het theater en op festivals. En ik kom ook in bibliotheken, boekhandels. En er is mij gevraagd om het prentenboek van het jaar voor te lezen. Wie weet, wat is dit voor een dier? Een paard. Ja, goed zeg. Een paard. Heel blij. Ik ben zo blij. Oh, zeg Mick, waarom bent u dan zo blij, meneer het paard? En hij denkt, visje, visje in het water, visje, visje in de kom. Visje, visje kan niet praten, visje, visje. Maar dat liedje ging over een vis. Dat is toch geen paard? Oh, ik zeg niet. Maar ik ken geen liedje over een paard. Oh, dankjewel, high five. Goed gedaan zeg, applaus. Ja, als jonge kinderen tot ongeveer anderhalf jaar, als die worden ingeschreven als lid bij de bibliotheek, dan krijgen ze dit koffertje cadeau. En in dat koffertje, daar zit een prentenboekje, een stoffenboekje. En dat is bedoeld om ouders echt te stimuleren om heel veel voor te lezen aan hun kinderen.